Heel erg lang geleden woonden er in Japan twee kikkers. De ene kikker had zijn huisje in een gezellige sloot met wel honderden groen glanzende plompenblaren, vlak bij de stad Osaka. De andere kikker woonde in een prachtige heldere rivier die door de stad Kyoto stroomde. Doordat de sloot en de rivier zo'n eind van elkaar vandaan lagen, hadden de kikkers natuurlijk nog nooit van elkaar gehoord. Gek genoeg kwamen ze allebei op precies hetzelfde moment op het idee om de wijde wereld eens wat nader te gaan verkennen. De kikker die in Kyoto woonde dacht, weet je wat, ik ga eens een bezoekje brengen aan Osaka. En de kikker die bij Osaka woonde besloot om eens een kijkje te gaan nemen in Kyoto, waar de grote Mikado, de keizer van Japan, zijn schitterend paleis had. Dus op een mooie morgen in de lente gingen ze allebei met ferme sprongen op pad. De een naar Kyoto, de andere naar Osaka. De reis was heel wat vermoeiender dan ze gedacht hadden, want ze wisten nog niet dat er onderweg een knots van een berg was waar ze overheen moesten klimmen. Voordat ze boven op de berg waren, duurde nogal een poosje. Ze moesten wel 1000 sprongen maken voordat ze op het topje stonden. Wat een verrassing toen de kikkers daar plotsklaps tegenover elkaar stonden. Een ogenblik stonden ze elkaar, nog naheigend van de lange klim, stom verbaasd aan te staren. Toen begonnen ze 100 uit te praten. En ze vertelden elkaar natuurlijk in geuren en kleuren hoe het kwam dat ze elkaar zo ver en zo hoog van huis waren tegengekomen. Ze vonden het prachtig dat ze samen dezelfde plannen hadden gemaakt om hun vaderland wat beter te leren kennen. En omdat ze eigenlijk helemaal geen haast hadden, gingen ze samen in de schaduw van een reusachtige kiezelsteen een tijdje uitrusten. Ja, want ze moesten straks natuurlijk weer afscheid nemen, omdat ze allebei een andere kant op moesten. Kwak, zei de Osaka-kikker. Wat jammer toch dat we niet groter zijn. Want dan konden we allebei de steden van hieruit zien en dan hoefden we niet verder te reizen. Oh, maar dat is gemakkelijk genoeg, zei de Kyoto-kikker. We hoeven alleen op onze achterpoten te gaan staan en elkaar vast te houden. Dan kunnen we allebei vast de stad wel zien waar we naartoe willen. Nou, dat vond de Osaka-kikker een geweldig goed idee. Met een jolige boog sprong hij op de reuzenkiezel en de Kyoto-kikker volgde hem vlak op zijn kikkerhielen. De Osaka-kikker legde zijn voorpoten op de schouders van zijn groene vriend en zei, daar gaat hij dan. En daar stonden ze, hoog op hun achterpoten. Ze hielden zich zo stevig mogelijk vast. De Kyoto-kikker draaide voorzichtig zijn neus naar Osaka en de Osaka-kikker draaide zijn neus naar Kyoto. Maar de domme beesten vergaten helemaal dat, doordat ze zo rechtop stonden, hun oogjes niet naar voren, maar naar achteren keken. Hun neus stak wel in de richting van de plaats waar ze naartoe wilden, maar hun ogen zagen de plaats waar ze vandaan gekomen waren. Gomple Mickey, riep de Osaka-kikker. Kyoto ziet er precies eender uit als Osaka. Dan zou ik wel gek zijn om er zo'n lange tocht voor te maken. Ik ga weer naar huis, hoor. Gimple Mokkie, riep de Kyoto-kikker van de weeromstuit. Als ik geweten had dat Osaka zo op Kyoto leek, zou ik nooit aan die lange zware reis zijn begonnen. Terwijl hij dat zei, haalde hij zijn voorpoten van de schouders van zijn vriend weg en vielen ze allebei in het gras. Ze gingen weer gauw op hun vier poten staan. Daarna namen de twee kikkers beleefd afscheid van elkaar, slaakten een teleurgestelde kwak en gingen weer op huis aan. En tot het eind van hun leven geloofden ze dat Osaka en Kyoto als twee druppels water op elkaar leken. Je kon dus net zo goed thuis blijven om iets van de wereld te zien.